Oké, het is 9 uur, dus we gaan eraan beginnen. Nog eens goedemorgen voor wie nog bijgekomen is. En welkom bij deze Loctite online training over equipment, meer bepaald doseerapparatuur voor lijmen. De sprekers vandaag zijn Paul en Remco. Paul is een technical support engineer bij Henkel en Remco is een technical sales engineer bij Henkel. Beiden hebben ze al heel wat jaren ervaring in het vakgebied en zijn dus zeer geschikt om jullie te informeren over onze apparatuuroplossingen. Vooral leren we eraan beginnen, eerst wat praktische informatie, zodat alles zo goed mogelijk kan verlopen. Het geluid wordt volledig beheerd door jullie computer, dus moest je het niet goed genoeg horen, check zeker of je geluid hoog genoeg staat. Voor het beste resultaat raden we ook aan om alle andere applicaties, zoals Outlook, Teams, Skype enzovoort, te sluiten. Moesten jullie van thuis uit werken en een VPN-verbinding hebben, raden we ook aan om deze uit te schakelen. Moest tijdens de presentatie het geluid en het beeld niet meer gesynchroniseerd zijn, probeer dan de refresh-knop van je webbrowser en dan zou het in orde moeten zijn. Ook goed om te weten is dat deze online training wordt opgenomen, zodat jullie deze na verloop volledig opnieuw kunnen bekijken. Dan normaal gezien zouden jullie dit beeld moeten hebben. Ik ga hier ook wat uitleg bij geven, dat het wat duidelijker is wat je hier allemaal mee kunt. Links in de bovenhoek in de mediaplayer zou je normaal gezien op dit moment mij moeten zien. Hierin worden ook de video's afgespeeld. Enkele seconden nadat de video's begint, zal deze normaal gezien automatisch in het groot in het midden van het scherm te zien zijn. Maar moest dat niet het geval zijn, kan je altijd in de rechterbovenhoek van het vakje de video zelf vergroten. Dan in het midden van het scherm zien jullie de presentatie en de slides. Ook deze kunnen jullie indien nodig vergroten door in de rechterbovenhoek te klikken. Daaronder zien jullie enkele nuttige bronnen. Daar kunnen jullie op klikken voor meer informatie. Rechtsboven vinden jullie de contactinformatie van de sprekers, Paul en Remco. En misschien het belangrijkste is rechts onderaan is de Q&A-box. Dus als jullie doorheen de presentatie vragen hebben, kunnen jullie altijd in deze box typen en doorsturen. Dat is anoniem, dat wordt enkel naar ons gestuurd. Er is 45 minuten voorzien voor de presentatie zelf en dan 15 minuten achteraf waarin alle vragen beantwoord zullen worden. Dus aarzel zeker niet om jullie vragen daarin door te sturen. En dan onderaan in de balk, moesten jullie per ongeluk een van de vakjes sluiten of minimaliseren, onderaan kun je alles opnieuw openen of ook sluiten. Oké, dan geef ik nu het woord aan Remco. En nogmaals een hele goede morgen voor deze webinar. Bij deze webinar zullen we het hebben over doseerapparatuur. Allereerst natuurlijk waarom het gebruik van doseerapparatuur. Daarna zullen we het even hebben over de soorten van doseerapparatuur. En dan komen we op twee belangrijke systemen in doseerapparatuur. Allereerst is dat het tijddrukprincipe. En als tweede het volumemetrische principe. Nadien zullen wij kort een samenvatting geven van alles wat we dan behandeld hebben. En dan komen we uit bij de vragen en de antwoorden. Waarom nu doseerapparatuur gebruiken? Uiteraard, iedereen kan werken met een flesje, daar even in knijpen zodat de lijm eruit komt. En dat kan ook met een klein tuitje redelijk nauwkeurig. Toch zal iedereen daar net iets anders in knijpen. En zal er ook verschil in zitten of dat op maandagochtend of vrijdag aan het eind van de middag gebeurt. Van belang is bij doseerapparatuur dat je natuurlijk wel voldoende stuks moet hebben om zoiets dergelijks rendabel te maken. En dat is natuurlijk wel van belang. Waarom nu doseerapparatuur? De hoeveelheid is van belang bij lijmen. Om voldoende aan te brengen. Wordt er te weinig aangebracht, dan zal er te weinig van het oppervlakte verlijmd worden en zal de sterkte dus minder zijn. Wordt er nu te veel aangebracht, dan is dat een probleem doordat dat eruit kan lopen nadien schoongemaakt moet worden, dat het er minder aantrekkelijk uitziet en ook dat de operator in contact komt met de lijmen zelf, wat natuurlijk minder geschikt iets is. De voordelen van de doseerapparatuur is uiteraard de juiste hoeveelheid om de kwaliteit te verbeteren. Minder verspilling en daardoor ook minder gebruik van de lijm en lagere kosten.
Lagere kosten voor de lijn, maar ook lagere kosten voor de operator, omdat het schoonmaken veel tijd in beslag neemt. Daarnaast is iedere hoeveelheid lijm bij ieder product exact hetzelfde en heb je minder verschillen tussen de producten onderling. Ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste zaken. Uiteraard health and safety, het niet in contact komen met de lijm doordat het te veel gedoseerd wordt, is ook een hele belangrijke. Wordt steeds belangrijker overigens. Dan wil ik nu het woord geven aan mijn collega Paul Hulkremer in verband met de soorten van doseerapparatuur. Ja, zo dat Loctite een heel gamma aan doseerapparatuur heeft ontwikkeld, een heel aantal hulpmiddelen om op een juiste manier en een correcte manier lijm te kunnen aanbrengen. Natuurlijk, we kunnen in dit uur niet alle doseerapparatuur in detail gaan bespreken, maar we focussen ons vooral op die doseerapparatuur die bedoeld is om op een nauwkeurige manier kleine hoeveelheden lijm aan te brengen. Dus vanuit kleine verpakkingen. We spreken vandaag niet over doseren bij behulp van lijmemmers en dergelijke. Het is eigenlijk vooral lastig om heel kleine hoeveelheden nauwkeurig te kunnen aanbrengen. En daar gaan we het vandaag vooral over hebben. En dat begint eigenlijk al bij de gewone handmatige dingen, zoals Remco ook al zei. Dus wanneer dat je een doseernaaltje bovenop een flesje brengt, kan je toch op die manier ook al gaan beperken hoeveel lijm dat er uit zo'n flesje geduwd wordt, om dat beter onder controle te kunnen houden. Het is zo dat Loctite ook heel recent een nieuw handig apparaatje, een goedkoop apparaatje op de markt heeft gebracht om te plaatsen op onze welbekende rode flesjes. Dus dit is niet voor de snellijmen, maar wel voor de anaerobe lijmen die verpakt zitten in onze 50 ml rode flessen of in onze 250 ml rode flessen. Ik ga u even een filmpje tonen om te laten zien hoe dat werkt. Dus hier zie je hoe dat ze gemonteerd is, klaar voor gebruik. En hier ga je nu eerst zien hoe dat je die montage kan doen. Zeer eenvoudig. En dus je hebt een slangetje voor ofwel 50 ml ofwel 250 ml. Je monteert het juiste slangetje en klikt het vast op de kop van de fles. En dan begin je te pompen. Het is zo dat natuurlijk dit bedoeld is om echt kleine hoeveelheden nauwkeurig te kunnen doseren. En daarom kan het best zijn dat in het begin dat je behoorlijk aantal pompbewegingen moet uitvoeren vooraleer dat de lijm tot bij de kop is gekomen. Maar dat is alleen maar iets voor het eerste gebruik. En vanaf dan kan je dus, zoals je gezien hebt, bij het doseren op die bout zeer nauwkeurig fijne hoeveelheden lijm gaan aanbrengen. Dat is wat betreft het handmatig doseren, dus volledig handmatig, zowel het toevoeren van de lijm gebeurt met handkracht, zeg maar. En ook de positionering van de fles is afhankelijk van de bediener. En het hangt er dus vanaf hoe zorgzaam dat die bediener daarmee omgaat, om te kijken hoe nauwkeurig dat er toch gewerkt wordt. Om dat werk een stuk uit handen te nemen van de operator, kunnen we praten over halfautomatische systemen. Wat bedoelen we dan met halfautomatisch? Het is zo dat de bediener dan nog altijd de mogelijkheid heeft om zelf te bepalen waar dat de lijm terechtkomt. Maar er wordt hem uit handen genomen. De hoeveelheid lijm die wordt dus, kan je instellen op het toestel op een digitale manier. En dus ook het bewegen van de lijm, het vooruitbewegen tot bij de doseerkop, gebeurt dus op een ofwel elektrische manier ofwel op een pneumatische manier, zodanig dat hij niet voortdurend heel de dag moet staan pompen met zijn hand. Want dat zou wel een heel lastige fitnessbeweging kunnen zijn als je dat de hele dag moet doen.
En dan hebben we nog de derde groep, dat is dan volledig geautomatiseerd. Dat ga je toepassen wanneer dat je grote series moet doen, steeds dezelfde beweging. En vooral ook wanneer dat die beweging steeds op een zeer nauwkeurige manier moet gebeuren. Dus fijne groeven werken, waar dat de lijm zeer gelijkmatig over heel de lengte moet aangebracht worden. Dat is heel moeilijk met de hand te realiseren. En daarom dus automatiseren van ook de beweging door middel van bijvoorbeeld een X- en Z-tafel of een zesassige robot zelfs die pen in de hand gaat houden. Voor beide systemen kun je ofwel kiezen voor een tijddrukgestuurd doseersysteem daarop of voor een volumetrisch systeem. En vooral de bedoeling in deze webinar om u uit te leggen wat de verschillen en de mogelijkheden zijn van zowel het tijddruksysteem als van het volumetrisch gestuurd systeem. En Remco gaat u eerst uitleggen in een volgend punt hoe dat het tijddrukprincipe in zijn werk gaat. Dankjewel, Paul. Het tijddrukprincipe is op zich vrij eenvoudig door druk op de lijm te zetten. Hier ziet u een doorsnede van een reservoir, een tank van een tijddruksysteem, waarin de volledige fles, de verpakking met lijm is geplaatst. Door middel van een voedingslijn, een feedline, daarin een buis, wordt ook daar druk op gezet. Aan het eind zit daar dan een afsluitventiel, oftewel een klep. En die open en dicht kan, of gedeeltelijk open en gedeeltelijk dicht kan. Het voordeel daarvan is dus dat heel nauwkeurig is in te stellen door middel van aan de ene kant de grootte van de druk en aan de andere kant de tijd van de opening van het afsluitventiel. Is er nog een onderdeel wat invloed heeft op het debiet, de flow rate of doorvoercapaciteit? En dat is helemaal aan het uiteinde zit daar een nozzel, een tuitje. En de opening daarvan heeft ook invloed op de hoeveelheid van lijm die gedoseerd wordt. En tenslotte, het debiet, doorvoercapaciteit wordt tevens ook nog beïnvloed door de viscositeit. En wat we weten is dat de viscositeit van invloed is op, dat de viscositeit beïnvloed wordt door de temperatuur. Hoe hoger de temperatuur, hoe lager de viscositeit en andersom. Wat van belang is natuurlijk dat de klep aangepast wordt op het soort van lijm en op de viscositeit daarvan. Hier zien we een voorbeeld van een tijddruksysteem waarbij het reservoir, de tank, geïntegreerd is samen met de controller in één apparaat. De controller zorgt voor de opening en het sluiten van de klep. Dat kan bij deze tot een honderdste van een seconde nauwkeurig worden afgesteld. En de druk wordt geregeld met een luchtregelaar met een meter daarbij, zodat we zien dat exact de juiste druk erop gezet kan worden. Om er zeker van te zijn dat zo blijft, zit er een waarschuwingssignaal in op het moment dat de druk ineens weg zou vallen, wat invloed heeft op de hoeveelheid lijm die gedoseerd wordt. Ten slotte zit er een manuele ontluchtingsventiel in. En dat is van belang dat op het moment dat de tank wordt geopend, aan de bovenzijde ziet u drie knoppen die er nodig zijn om de tank te kunnen openen, om die eerst te kunnen ontluchten. Die drie knoppen zitten daar ook voor de veiligheid, zodat er niet in één beweging gedachteloos de klep geopend kan worden, waardoor er eventueel lijm, als daar nog druk op staat, naar buiten zou kunnen komen. Wat hier ook op zit is, ziet u aan de linker onderkant een alarmsysteem, een niveauindicator, hoeveel lijm er nog in de tank zit. Zodat je ruim op tijd kan kijken van, ik moet de tank opnieuw vullen voor voldoende lijm.
En tenslotte aan de onderkant ziet u de aansluitingen voor de uitgangen, voor het aansturen, het open dichten van het doseerventiel. Nogmaals, wat van belang is, hier een heel rijtje met doseerventielen, kleppen op een rijtje. Van belang is dat de selectie daarvan wordt gemaakt op basis van de eigenschappen van de lijm. En op de nauwkeurigheid, maar ook inderdaad, wil ik het in de hand houden of is dat een statische opstelling bij een apparaat. Als eerste zien we een klep die we in de hand houden, een ergo-lokventiel. Daar komen we zo direct nog even verder op terug. Dan zien we een klep, de 98009, is een klep die specifiek gebruikt wordt voor anaerobe en UV-uithardende lijmen. Vandaar dat die ook zwart is. Zijn broertje die ernaast staat is wit van kleur en is dan ook niet geschikt voor UV-uithardende producten. Wel zijn deze twee allebei zeer geschikt voor hele lage viscositeiten, zoals bij de cyano-acrylaatlijmen vaak het geval is, maar ook bij primers en andere oppervlaktevloeistoffen. Het zijn membraanpompen. Het voordeel is dat de opening kan afgesteld worden naar wat groter en wat kleiner, waardoor een hele fijne afstelling te maken is. Daarna staan twee kleppen, de 9735 en de 136, en dat zijn de hele eenvoudige kleppen. Die gaan enkel open en dicht, waardoor ze ook niet geschikt zijn voor cyano-acrylaatlijmen. Zijn hele simpele kleppen, daardoor natuurlijk qua prijs weer aantrekkelijk en zeer makkelijk in gebruik. En tenslotte zien we twee kleppen die eigenlijk werken ook weer met een membraan, maar dan met een dubbel membraan, waardoor je eigenlijk een verdrijvingsklep hebt. Het voordeel daarvan is dat je eigenlijk een suckback, een terugzuigfunctie creëert, waardoor je dat kan afstellen en een nog kleinere druppel kan doseren. Een ander voordeel is overigens dat ze wat hogere viscositeiten aankunnen, tot een 80.000 centiparts. Dat kan handig zijn voor diverse lijmen. En als we het hebben over cyano-acrylaatlijmen, hebben we het bijvoorbeeld over de Loctite 454, een wat dikkere gelachtige lijm. Iets wat wel bijzonder is, is dat er klep niet zoals bij de andere kleppen open gaat en op het moment dat het signaal wegvalt direct weer dicht gaat. Maar deze heeft echt een aansturing nodig voor klep open en een aparte aansturing voor klep dicht. Dan zien we hier een klep die de LV Ergolock. LV staat overigens voor low viscosity. Een lagere viscositeit is te gebruiken tot een 10.000 millipascal seconde. De klep zelf, de afsluiting zit echt helemaal voorin, vlakbij de nozzel. En dat maakt ervoor dat hij zeer nauwkeurig kan doseren. Kan ingesteld worden ook tot een honderdste van een seconde, waarbij je een volume kan doseren van een 5000ste gram. Dat is van belang. Ergonomisch onderwerp ontworpen, moet ik zeggen. Ergonomisch ontworpen, zodat die prettig in de hand ligt en dat het heel makkelijk is daarmee te werken. Heeft overigens geen terugzuigfunctie, geen suckback. En wat dat betreft is dat van belang om even te weten. Even een overzichtje van hetgene waar we het net over hadden. Makkelijk te installeren, betrouwbaar, weinig onderhoud, eenvoudige systemen. Waarbij we de geïntegreerde tank controller gezien hebben, maar uiteraard is dit ook losleverbaar voor sommige toepassingen. Het zijn lage kostenproducten en al heel snel kom je op een terugverdienmodel bij dit soort systemen.
Zijn niet geschikt voor pasteuze lijmen, zijn ook niet volumetrisch, waarbij je dus het verschil in temperatuur en daarmee een verschil in viscositeit apart zou moeten bijregelen. Hier zien we een filmpje met wat voorbeelden van het tijddruksysteem zoals we dat zojuist gezien hebben. Hier zie je dat die tot een honderdste van een seconde nauwkeurig ingeregeld kan worden, waardoor je zeer kleine druppeltjes kan neerleggen. Wordt aangestuurd door middel van of een voetpendaal of een fingerswitch, in dit geval een voetpendaal. En op het moment dat je de tijd anders instelt, de druk verder hetzelfde houdt, zal je zien dat je daar perfect een grotere druppel van kan doseren. Hier zie je hem op continu modus staan, waardoor het pedaaltje, zolang dat wordt ingedrukt, ervoor zorgt dat er lijm gedoseerd wordt. Dan hebben we een ander tijddrukprincipe en dat is het werken met syringes, waarbij de syringe van een 30 milliliter tot zelfs 300 milliliter gebruikt kan worden. De syringe zelf vervangt dan in dat geval eigenlijk het reservoir, de tank, in combinatie met het afsluitventiel. Er wordt een bepaalde druk gezet op de achterkant, op de plunger van de syringe, die ervoor zorgt dat er lijm gedoseerd wordt. En op het moment dat er opgehouden wordt met het doseren, dan zal die direct een terugzuigfunctie hebben, waardoor eigenlijk de druk die op dat moment in de syringe aanwezig is, wordt weggenomen. Iedereen kent wel het fenomeen het werken met een kitpistool. Je zet daar druk op en op het moment dat je ophoudt met aandrukken, dan zal die nog een tijd doorlopen. Nou, dat principe zal je dus niet hebben op het moment dat je werkt met een tijddruksysteem met een syringe, omdat die dus een terugzuigeffect heeft. En ook dat is apart in te stellen. Hier zien we ook het voetpendaaltje mooi in beeld. Hier zien we dan de film die gaat over het werken met een syringe en een tijddruksysteem. Ook hier kleine druppeltjes perfect in te stellen en door het terugzuigeffect is het zo dat er hele kleine druppeltjes gedoseerd kunnen worden. Door de tijd aan te passen, zonder iets te doen met het terugzuigeffect, krijgen we gewoon grotere druppels. En ook hierbij is het mogelijk om hem op een continu modus te zetten en een lijn te trekken. Is het nog steeds zo dat de beweging met de hand door de controller gemaakt wordt en de controller bepaalt uiteindelijk waar die hoeveelheid lijm dan wordt neergelegd? Nou, de voordelen zijn ook dit is heel eenvoudig te installeren en te bedienen, weinig onderhoud. Geschikt voor standaard syringes tot en met kokers. Uiteraard kokers niet voor in de hand te houden, maar voor een meer statische opstelling. En ja, het maakt zelfs mogelijk om de syringes zelf te vullen. Waarbij het wel heel erg belangrijk is dat ze gevuld worden zonder dat daar lucht in zit. Want anders heb je daar alsnog een probleem mee. Beperking is natuurlijk dat het niet volumetrisch is en ook hierbij bij temperatuurverschillen zal je zien dat de lijm een andere viscositeit en een andere hoeveelheid gaat doseren. Ja, voor hele kleine verpakkingsformaten is dit ook minder geschikt omdat het telkens bij grotere volume en kleine druppeltjes regelmatig gewisseld moet worden. Gaan we eigenlijk hier naar een heel mooi voorbeeldje. We zien hier een zeer luxe koffer waar
een rubber string in wordt gelegd als afdichting, een O-ring in wezen. Deze wordt verlijmd met een cyanoacrylaatlijm, de Loctite 480. Van belang is uiteraard om er voldoende lijm in te leggen, zodat het rubber overal goed vastgelijmd zit. Toch een overmaat van lijm zorgt ervoor dat de lijm niet uithardt, want deze wordt niet aangedrukt. En tevens blooming, een witte aanslag in de omgeving kan aanbrengen. Dat wil je niet. Je wil dat dit er heel strak en netjes uitziet. En vandaar dat hier wordt gewerkt met in dit geval een geïntegreerde apparaat, de 97009. Nauwkeurig aan te brengen zonder dat dat veel moeite kost. Gaan Paul het hebben over de volumetrische principes. En ik zou zeggen, Paul, wij horen het graag van je. Oké. Bedankt, Remco. Kijk, hier op deze grafiek zie je eigenlijk gebeuren wat dat Remco al een paar keren herhaald heeft, wat het, de beperking is van het tijddruksysteem. Dat is de controle over die viscositeit. Viscositeit van een lijm die vooral beïnvloed wordt door de omgevingstemperatuur. Het kunnen natuurlijk ook kleine batchverschillen zijn, maar het is vooral bij wijzigende omgevingstemperaturen dat die lijm lopender kan worden. Om je een idee te geven, als de omgevingstemperatuur 10 graden Celsius stijgt, dan zal de viscositeit halveren. Dus hij wordt veel vloeibaarder. En daardoor zal met een tijddruksysteem ook de hoeveelheid lijm die er dan uitgedrukt wordt onder invloed van die druk en die bepaalde tijd sterk variëren. En dat is zeker niet altijd gewenst. En daarom is het voor zover dat het mogelijk is altijd interessant om na te kijken of dat je niet kan gebruik maken van een volumetrisch doseersysteem, waarbij je dus steeds een vast volume gaat verplaatsen door middel van een roterend element. En dat roterend element kan je dan in snelheid wijzigen. Maar het principe is, bij elke rotatie wordt een vast volume doorgeduwd. En dat is onafhankelijk van de omgevingstemperatuur. Dus de groene lijn die je hier op de grafiek ziet, je ziet dat die mooi horizontaal blijft, onafhankelijk van stijgende omgevingstemperatuur. Terwijl dat voor een tijddrukdoseerklep dat zeer verschillend is. Hè. Je ziet dus die waarde echt flink stijgen naarmate dat de temperatuur in de omgeving stijgt. Hoe werkt dat volumetrisch principe? Wel, daar wordt gebruik gemaakt van het positieve verplaatsingssysteem. Dat wil zeggen, je ziet in die doorsnede op die foto eigenlijk een schroef. Hè. Ik zal zo dadelijk uitleggen, dit is niet het enige volumetrisch systeem, het zijn er nog andere, maar dit is een voorbeeld. En het neusje van de zalm, mag je wel zeggen. En dus hier, de schroef zit vlak bij de uitstroomopening. De lijm wordt toegevoerd vlak voor die compacte rotorpomp. En dus je hebt heel weinig afstand tussen het toevoeren van de lijm en het uitstromen van de lijm. En dat maakt dat dit systeem zo nauwkeurig is. Maar eerst zullen we even meer uitleg geven over de peristaltische pomp. Dat is het andere systeem. Dus we hebben er twee: peristaltische pomp, excentrische rotorpomp. Dit is het digitaal peristaltisch doseerapparaat. Een zeer handig apparaatje dat je gewoon op tafel kan plaatsen. En dat maakt gebruik van een roterend systeem, zoals ook gebruikt wordt in de medische wereld om bijvoorbeeld bloedtransfusies toe te dienen of om nauwkeurig vloeibare medicijnen toe te dienen, juist omdat het zo nauwkeurig is. Je ziet ook dat er een slangetje vertrekt vanuit het flesje, rechtstreeks vanuit het flesje. Dus dat is qua kostprijs gezien het voordeel van dit soort apparaat. Dat is, je hebt geen drukreservoir nodig. Door de peristaltische beweging, en dat is dat wieltje dat ronddraait en waar dat slangetje tegenaan gedrukt wordt, wordt telkens een vaste hoeveelheid lijm vooruitgeduwd doorheen het slangetje. En dat wordt eigenlijk als het ware aangezogen. Eens dat de lijm in het slangetje gevuld zit, gaat bij elke rotatie er een kleine hoeveelheid lijm naar voren geduwd worden. En die trekt dat als het ware uit het flesje, waardoor dat je geen drukvat nodig hebt.
Het slangetje loopt dan verder naar een pen, gaat er eigenlijk gewoon dwars door. Het is een pen die makkelijk in de hand te houden is, met een handig drukknopje erop, dat ervoor zorgt voor de elektrische bediening van het roterend systeem om te starten en te stoppen. We zullen even laten zien hoe dat het toestel juist werkt. Eerst ingesteld op het doseren van kleine druppeltjes. Het zou nog kleiner kunnen dan dat hier op het filmpje te zien is. Dan op een handige manier kan je gewoon aanpassen wat dat ofwel de rotatiesnelheid is, ofwel de tijdsduur dat je gaat het wieltje laten draaien. En dan krijg je uiteraard grotere druppels. En door nog een andere instelling op het toestel kan je dus ervoor zorgen dat zolang dat je het knopje indrukt, dat de lijm blijft stromen. En op die manier kan je dan lijmrupsen gaan neerleggen. Oké. We kunnen nog eventjes overlopen wat dat de voordelen zijn van dit soort systeem. Het is ten eerste al heel gemakkelijk om te installeren. Het is heel eenvoudig te bedienen, digitaal, alles digitaal in te stellen, waardoor dat er een nauwkeurige dosering ontstaat. En wat ook een groot voordeel is van dit apparaat, je kan op het einde van je doseercyclus kan je automatisch het wieltje even in de andere richting laten draaien, waardoor dat de voortduwbeweging in de andere richting gaat en eigenlijk de lijm een beetje teruggezogen wordt. Dat ook weer om te verhinderen dat er dus te veel lijm op het einde zou uitkomen en dat er nadruppelen zou ontstaan. Het is een zeer betrouwbaar toestel met heel weinig onderhoud. Het is klein en compact. Je kan het gebruiken voor de meest kleine flesjes tot de grote volumes. Eigenlijk is het reservoir waar je uit wil doseren niet zozeer van belang. Op voorwaarde dat het gaat om dunvloeibare lijmen. Want dat is de beperking van dit toestel met die slangetjes, dat je er dus geen dikke vloeistoffen doorheen kunt duwen. Verder komt de lijm ook niet in contact met bewegende onderdelen. Dus het enige dat je af en toe moet doen, is het slangetje te vervangen om te zorgen dat het niet helemaal doorgesleten geraakt. Hier zie je een voorbeeld van hoe dat het toestelletje gebruikt is. Een beetje in een speciale opstelling, want ik had er straks gezegd, je gebruikt het vooral half automatisch, dus waarbij dat de operator de pen in de hand houdt en op die manier de lijm gaat aanbrengen. En in deze toepassing die je hier ziet, is het net toch gebruikt in een geautomatiseerde toepassing, waarbij dat het slangetje gevoerd wordt naar een klimmetje op de X- en Z-tafel en men van daaruit de positie van de lijm ook nauwkeurig kan bepalen. Er wordt gebruik gemaakt in dit geval van de Loctite 480 lijm om in een fijne groef, een fijne koolstofvezel, precies te kunnen gaan verlijmen. En dan komen we bij het andere type van volumetrische doseren, dat is met de excentrische rotorpomp. Dus zoals je op de onderste foto kan zien, heb je dus een roterend gedeelte en de rode bolletjes is de vloeistof die je verplaatst en eromheen zit de stator, het niet bewegend gedeelte. Dus door de precieze speling die er tussen beiden bestaat, wordt er altijd eenzelfde hoeveelheid lijm doorgevoerd en het is door de rotatiesnelheid te wijzigen dat men de hoeveelheid lijm kan gaan bepalen die men gedoseerd wil zien. Ook hier weer hebben we een filmpje van voorzien om u te laten zien hoe dat die beweging precies gebeurt. Compacte Loctite rotorpump. Hoe werkt het? Je ziet hier aan de buitenkant de stator en daarbinnenin de rotor die ronddraait en telkens een vast volume van lijm doorduwt. En
Dat doorduwen gebeurt vlak bij de uitstroomopening van de klep. Dus daar zit heel weinig afstand. Dus er kan heel weinig mislopen op die afstand. Dus je zit met een zeer nauwkeurig systeem. Maar dat je bovendien, zoals je op de foto kan zien, twee aan elkaar kunt koppelen. En op die manier ook component A en component B van een epoxy precies kan doseren en die samen doorheen een menger kan duwen, zodat je ook epoxies perfect kan doseren hiermee. Het lijstje van de voordelen is ongeveer gelijk als van het vorige toestel, alleen is hier de nauwkeurigheid nog wat meer op de spits gedreven. Nauwkeurigheid van maximale afwijkingen van plusmin 1%, een zeer hoge herhaalbaarheid. Nauwkeurig verstelbare stroomsnelheid door het digitaal instellen van het roteren van het element van de rotor. Het is zelfdichtend, dus op het moment je duwt de lijmer wel. Op, ik ga eventjes terug. Je duwt de lijm er doorheen met een beetje kracht, maar zo gauw dat je het roteren stopt, is het systeem zelfdichtend en stopt alle dosering. En ook hier kan je weer de beweging even op het einde van de dosering in de andere richting laten draaien, zodanig dat je echt de lijm gaat verhinderen om nog verder uit de kop te vallen. Ik ga er ook bij vertellen, dus straks heeft Remco laten zien dat er een heleboel verschillende kleppen aanwezig zijn voor het tijddruksysteem. Bij het volumetrisch principe is dat wat meer beperkt. Het is wel zo dat we voor snellijmen te kunnen doseren, omdat je weet die gaat verlijmen op het moment dat je de lijm gaat opendrukken, heb je voor snellijmen een ander type van excentrische rotorpomp nodig om die zonder problemen te kunnen doseren. Dus aan de ene kant hebben we twee systemen om anaerobe lijmen en UV-lijmen te doseren voor verschillende hoeveelheden, voor zeer, zeer kleine hoeveelheden en voor middelmatige hoeveelheden, zeg maar, tot een maximum van 6 milliliter per minuut. En je hebt het systeem dat geschikt is voor snellijmen. Het is minder geschikt voor manuele toepassingen. De klep is op zich wel licht, dus je kan ze in de hand houden. Het wordt natuurlijk een heel stuk zwaarder als je het bijvoorbeeld zou willen gebruiken voor epoxies waar je twee koppen aan elkaar gaat koppelen. Hier zie je een voorbeeld van hoe dat het gebruikt is geweest. Ook weer een beetje een speciale toepassing. We proberen altijd wat speciaals te laten zien. Want je ziet hier vooraan dat eigenlijk een syringe is gebruikt, een voorgevulde syringe door ons met een UV-lijm, die rechtstreeks op de ingang van de excentrische rotorpomp geplaatst is. Een syringe dispenser zorgt voor enige druk op de lijm, zodat die altijd doorgevoerd wordt in die rotorpomp. En wat dat is belangrijk, die rotorpomp mag nooit droog vallen, moet altijd voorzien worden van vloeistof. En op die manier kan men dat dus doen, UV-lijm laten uitvloeien op een zeer nauwkeurige manier en dan met een uithardingspen die ernaast geplaatst wordt, kan men die lijm dan gaan uitharden in dit geval. En nu geef ik terug het woord aan Remco die een beetje een samenvatting kan maken van al wat we gezien hebben. Ik denk dat Remco niet hoorbaar is. Oh,
Ik ga even terug. Ja, daar ging hier even wat mis. Tijddruksysteem met een reservoir hebben we gezien. Daarnaast hebben we een tijddruksysteem gezien met een syringe, waarbij de kleinere volumes perfect in de hand te houden zijn. En de grotere volumes uiteraard meer voor een statische opstelling worden gebruikt. Van de volumetrische peristaltische pompen die we hebben gezien, is het duidelijk dat dat vooral geschikt is voor lage viscositeiten en kan ook direct vanuit een klein flesje gedoseerd worden. En tenslotte de volumetrische pompen met een rotor die zowel voor één als twee componenten systemen perfect gebruikt kunnen worden en voor de meeste hoge nauwkeurigheid kunnen zorgen. Wat dat betreft hier nog even kort een overzichtje van de verschillende systemen. Hier zien we het handmatige pompje, weliswaar het oudere model, waarbij je gewoon door het te klikken iedere keer eenzelfde dosering krijgt. Hier zien we het meest simpele tijddruksysteem. Waarbij inderdaad met draaiknoppen een bepaalde tijd ingesteld kan worden. Hier gaan we nog een stukje nauwkeuriger. Bovendien hebben we met deze syringes een suckback, waardoor we hele kleine druppeltjes kunnen doseren. Hier een statische opstelling. En hier weer een opstelling met een klep die perfect in de hand te houden is. Hier zien we ook weer de klep voor UV-lijmen en anaerobe in combinatie met een desktop-robot, zodat de positie exact kan worden bepaald. En hier zien we een combinatie met een rotorspray, zodat er aan de binnenkant van een buis cilindrisch of door schroefdraad lijmen aan te brengen, dat heel nauwkeurig kan doen. Het lijm aanbrengen met een sensor. En hier lijm aanbrengen met een klep die met de hand te bedienen is en aan en uitgeschakeld kan worden. Hier zien we een volumeus systeem in combinatie met een desktop robot. En hier een volumegestuurd systeem met een rotorspray. De lijm wordt in wezen naar de buitenkant geslingerd en komt zo op een exact bepaalde plek terecht. Hier zien we een twee-componenten systeem voor cartridges van 500 ml in combinatie met een desktop robot. En hier zien we een volumegestuurd systeem met twee volumepompen. En ook daarbij is een twee-componenten product perfect te doseren en op de juiste plek neer te leggen. Komen we hierbij de vragen die van belang zijn voor de keuze van de juiste apparatuur. Wat is er van belang? Hoe groot zijn de series? Hebben we kleine of grote series? Wat voor lijm willen we uiteindelijk gaan gebruiken? En daarbij is de soort lijm, de technologie, maar ook de viscositeit erg belangrijk. Is het van belang om een puntverlijming neer te leggen? Of moeten we echt bepaalde rupsjes op in een dun groefje neerleggen? Dat is met name van belang of je half gaat automatiseren of een volledig automatiseringsproces gaat instellen. Hoe groot moeten de druppeltjes zijn, de volumes zijn, dat is natuurlijk ook van belang. En wil je het handmatig met een klep in de hand gaan werken of wil je volledig geautomatiseerd gaan werken? Dat zijn allemaal zaken die van belang zijn. De afmeting van de substraten zorgt ervoor dat je uiteraard in sommige gevallen naar een ander systeem toe moet in verband met de afmetingen. Hier even kort de contactpersonen in België waar er voor vragen naartoe gestapt kan worden en de contactpersonen en regio's in Nederland.
En dan gaan we nu naar het laatste stukje, de vragen en antwoorden. Dus ik zou zeggen, kom maar door met de vragen. Oké, er zijn al een aantal vragen doorgestuurd geweest, maar jullie kunnen nog altijd in de Q&A-box vragen doorsturen, zodat Paul en Remco deze kunnen beantwoorden. Dus de eerste is, passen de doseernaalden op alle flacons? Ja, inderdaad. Het is zo dat onze flesjes zo gemaakt zijn dat op alle openingen van de flesjes, dat daar een doseernaaldje past. En zoals ik ook heb laten zien, voor een snellijm geldt dat net zo goed voor de anaerobe flesjes. Even laten zien. Dus ook hier weer net hetzelfde touwtje waarop je een doseernaaldje kan plaatsen. En uiteraard op de doseerapparatuur, alle doseerapparatuur die wij laten zien hebben, zitten ook weer dezelfde aansluitingetjes om ook zo'n doseernaaldje te kunnen plaatsen. Wat wel van belang is, overigens om daar nog even aan toe te voegen, Paul, is dat als de viscositeit van de lijm vrij hoog is en je gebruikt eigenlijk een naaldje met een te kleine opening, dan kan je het effect krijgen dat je door heel hard in de fles te drukken, harder dan normaal, dat je het tuitje eraf drukt. Dus vandaar dat het wel van belang is dat je de juiste opening van de tuit combineert met de juiste viscositeit van de lijm. Dat klopt, Remco. Het is ook zo trouwens dat bij de doseerapparatuur, de doseerkleppen, wordt er altijd een setje van verschillende doseernaalden toegevoegd, standaard bij de levering, zodanig dat je zelf kan uitproberen welke naald er voor jouw toepassing het meest geschikt is. Oké. Okay. De volgende, het pompmechanisme moet bij elk gebruik opnieuw schoongemaakt worden? Nee, dat is in principe meestal niet nodig. Hè. Bijvoorbeeld voor anaerobe lijmen, die verlijmen niet op zich, die gaan alleen maar uitharden als gewerkt wordt met metalen. Dus als je een anaerobe lijm gaat opsluiten in een schroefdraad bijvoorbeeld, hè, met aan beide zijden innig contact met metaal, dan gaat hij zich omzetten van vloeistof of van pasta naar een vaste uithardende en afdichtende stof. Anders gebeurt dat niet. Dus in de doseerapparatuur, dat kan weken zijn dat er geen gebruik is. Er gebeurt eigenlijk niks met die anaerobe lijm. Voor snellijmen moeten we wel de opmerking maken dat je, dus zoals je weet, die zijn gevoelig aan contact met vocht. Dus als er een luchtdruk opgeplaatst wordt, dan moet die luchtdruk zeer droog zijn. Dus daar moet je speciaal voor voorzien dat er droge perslucht toegevoerd wordt naar het doseerapparaat voor een snellijm. En verder kan het daar dan wel zijn dat na verloop van lange tijd, als er toch op een of andere manier indringing kan zijn van vocht, dat er dan wel uitharding gaat gebeuren. Dus dat moet je dan even gaan evalueren. Ik zou zeggen, als het langer is dan 10, 14 dagen, dat je het toestel niet gaat gebruiken, zorg er dan voor dat het systeem gespoeld wordt en droog weggezet wordt. Daar bestaat een procedure voor, een spoelprocedure, om de apparatuur dan schoon te maken. Oké. De volgende vraag. We hebben een applicatie met 0,7 kubieke millimeter lijmspots. Is daar een geschikt volumetrisch doseerapparaat voor? En dan de lijm is EAE 120 HP met 1% glasballetjes van 100 micron. Ja. Dus het is een twee componenten lijm die gedoseerd moet worden in zeer kleine hoeveelheden. Dan zul je wel een beetje een investering moeten doen om inderdaad te gaan werken met twee volumetrische doseerkoppen die aan elkaar gekoppeld worden en die de lijm dan doorheen een menger duwen. In principe is het doenbaar, maar je zal dus wel een investering daarin moeten doen. Dus het hangt een beetje vanaf op hoeveel stuks dat je dat kan gaan afschrijven.
Als het echt maar over zeer beperkte aantallen gaat, dan moeten we met u dat samen eens bekijken van wat dat de beste oplossing zou kunnen zijn. Ja, wat wel van belang is natuurlijk, is de hoeveelheid kan gedoseerd worden. Wordt dat uiteindelijk, gaat dat weer door een statisch mengspiraal heen. En de nauwkeurigheid kan weliswaar gedoseerd worden. Maar de afname en de hoeveelheid heeft dan ook te maken met de verwerkingstijd van deze lijm. Want op het moment dat deze gezamenlijk in de statisch mengtuit bij elkaar komen, begint de verwerkingstijd te lopen en zal je wel een voldoende volume moeten kunnen doseren binnen die tijd om voortdurend achter elkaar door te kunnen werken met deze apparatuur. Ja, dat is een heel terechte opmerking. Dus in sommige gevallen kan het nodig zijn om af en toe een beetje extra lijm door te duwen om de lijm in beweging te houden, om te gaan verhinderen dat die in de mengbuis al aan het uitharden is. Oké. Dan de volgende vraag. Momentje. Overigens, want we zitten nu niet echt in een conversatie. Daar waar degenen die de vragen gesteld hebben, kunnen die gerust nog eens een keer opnieuw per mail doorsturen. Als je daar behoefte aan hebt om daar verder dieper op in te gaan. En dan gaan we met u contact opnemen uiteraard om dat verder te bespreken. Ja, naast lijm kan er uiteraard ook vet gedoseerd worden. Daarbij gaat het met name om de viscositeit. En hoe het vet inderdaad wordt aangeleverd, zou dat in een syringe zitten, dan kan dat perfect. Het kan ook op een andere manier aangebracht worden door middel van volumetrische doseerapparatuur. Dus is zeer zeker mogelijk om naast lijmen ook vet die een hogere viscositeit heeft te doseren. Ook lagere viscositeiten natuurlijk, hè? Maar dan praten we meestal over olieën. Ja, ja. Oké. Dan, welke oplossing is goed toepasbaar voor het gebruik van EA9492 in een nauwkeurigheid van maximum 10%? Ook in de tijd, cartridge begin tot eind. Wel, dat is ongeveer hetzelfde antwoord als we er straks gegeven hebben op die andere epoxylijm. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe groot dat de afname is. Als het maar over een zeer kleine afname gaat, dan kan het nodig zijn om af en toe verder door te drukken. 9492 is nu niet de meest snel uithardende. Dus dat zijn verschillende factoren naast elkaar die je moet bekijken. Wat is de hoeveelheid, hoeveel uithardingstijd, wat is de temperatuur in de omgeving? Hè? Want je weet dat een epoxy die in een warme omgeving is, zal sneller uitharden dan wanneer dat het in een koude omgeving gebeurt. Dus dat zijn allemaal factoren van invloed die we best meer in detail gaan bekijken, afhankelijk van de toepassing juist. Oké, dit zijn voorlopig alle vragen wat zijn binnengekomen. We hebben nog wel even tijd, dus moest iemand nog een vraag hebben, kunnen jullie op dit moment nog in de Q&A-box doorsturen. Ja, wat misschien nog wel eens in de tussentijd even over de 9492. Er wordt een cartridge genoemd. Er zijn natuurlijk kleine cartridges en grotere cartridges. Het grote voordeel natuurlijk is het volume van een grote cartridge. Daar staat dan weer tegenover dat de mengtuit ook anders van formaat is en een groter volume heeft, waardoor je ook daadwerkelijk meer zal moeten doseren binnen dezelfde tijd. Wil je voorkomen dat de lijm te dik wordt in de mengtuit. Ja, je moet er rekening mee houden dat in de technische fiches kan je de tijd gaan aflezen, de open tijd. Maar in een mengtuit zit alles vrij compact bij elkaar geduwd. En dan moet je eigenlijk rekenen met de helft van die tijd ongeveer. Dus alles moet doorgevoerd zijn in minder dan de helft van die tijd die in het technische fiche wordt aangenomen. Oké. Er komen geen vragen meer binnen. Oké. Dus dan zullen we snel gedaan. Mooi op tijd afsluiten. Klaar.
Ja, inderdaad. Ja. Dus als jullie geïnteresseerd zouden zijn in de volgende online trainingen van Loctite, kunnen jullie deze altijd kijken op onze Henkel Adhesives website. Via Insights en dan Events en Webinars, daar zijn alle opkomende online trainingen te vinden. Ook kunnen jullie natuurlijk inschrijven op onze nieuwsbrief. En op deze manier worden jullie ook altijd op de hoogte gehouden als er een nieuwe online training gepland is. Dat was het dan. Ik wil jullie allemaal bedanken om deel te nemen. En natuurlijk ook Paul en Remco bedankt voor de presentatie. En Annick, ook bedankt voor de help met vragen en antwoord. En de groeten aan al onze luisteraars. Ja. Oké, bedankt voor deze deelname. Ja. Dankjewel. Dag. Prettige dag allemaal. Dag.